Goedendag, mijn naam is Nicole Waaier. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over VPN-technologieën. Vaak wordt er aan mij gevraagd van, Nicole, vertel eens wat over wat is EasyVPN, wat is DMVPN en wat is GetVPN? En hoe moet ik wat waar inzetten? EasyVPN is een hub-and-spoke VPN die meestal wordt ingezet in public internet. Dus gebruik deze meestal met name als je gewoon een simpele tunnel wil opzetten tussen bijvoorbeeld je hoofdkantoor en je branch office. Heb je meerdere branch offices, kan je makkelijk door extra bij elke branch office een aansluiting neer te zetten en gewoon een tunnel snel naar het hoofdkantoor opbouwen zonder enige extra configuratie te hoeven doen. Mocht je tevens bij meerdere branchekantoren ook communicatie nodig hebben en ook wel site-to-site ofwel spoke-to-spoke communicatie, is DMVPN absoluut een optie. Deze kan je zowel over het publieke internet als over je WAN kan je die heen halen. Een nadeel wel van DMVPN is dat multicast-replicatie wel over de hub gaat. Heb je bijvoorbeeld een MPLS-VPN nodig, dan kan je bijvoorbeeld denken aan GetVPN. Deze technologie gebruikt sleutels om het WAN-verkeer te encrypten. In mijn volgende sessies ga ik de VPN-technologieën apart allemaal en stuk voor stuk in detail benaderen. Mochten jullie vragen hebben, laat dan alsjeblieft wat commentaar achter op dit blog. Tot ziens!